Iedereen kent hem wel, het Keizer Karelplein. Toch zal deze iconische rotonde aangepakt worden. Dat heeft de Nijmeegse gemeenteraad besloten afgelopen woensdag. De werkzaamheden rondom het Keizer Karelplein zijn niet de enige in het gebied. Het gehele stationsgebied zal vernieuwd worden. Afgelopen woensdag is in de gemeenteraad besloten dat het Nijmeegse Keizer Karelplein versmald zal worden. Het versmallen moet ervoor zorgen dat er meer plaats is voor overig verkeer. Fractievoorzitter van de Nijmeegse tak van GroenLinks, Kierijn Lokker, legt uit wat de ambitie is van het befaamde verkeersplein. De nieuwe inrichting van het plein moet ervoor zorgen dat mensen het weer een fijne plek gaan vinden. Mensen gaan het echt alleen maar als doorgang doorheen. En het zou mooi zijn, en dat is de ambitie in het plan, dat het Keizer Karelplein ook echt een plek is. Om net als toen het ooit is aangelegd, dat je hier weer kan wandelen, kan flaneren, zoals dat toen de bedoeling was. En dat er ook meer ruimte is voor voetgangers, meer ruimte voor groen, meer ruimte voor fietsers. En dan moet er een klein beetje misschien van het binnenkant voor de auto's weg, maar dat vinden we het meer dan waard. Naast de verbouwing van het Keizer Karelplein zullen er meer werkzaamheden gaan plaatsvinden in het Nijmeegse centrum. Het stationsgebied zal worden aangepakt en ook de toegangswegen richting het centrum zullen op de schop gaan. Zo zal aan de westzijde van het station een nieuwe entree komen en aan de voorkant zal het busstation worden uitgebreid en komt er een nieuwe fietsenstalling. Ook de Nassau-singel en de tunnelweg zullen versmald worden om zo meer ruimte te maken voor fietsers en openbaar vervoer. Volgens mij wat heel belangrijk is, is dat we een aantrekkelijke stad zijn en een fijne stad om te wonen voor al onze bewoners en ook voor mensen die op bezoek komen. En dat ze hier zo makkelijk mogelijk kunnen komen. Voor ons is niet het heiligste dat mensen altijd met de auto moeten komen, maar dat het fijn is om hier te komen. Dus als dat met het OV is, met de fietsen, voetgangers en ook mensen met de auto, voor wie de auto noodzakelijk is, is dat volgens mij prima. Lokker legt uit dat het versmallen van het Keizer Karelplein niet alleen meer ruimte creëert voor andere vervoersmiddelen, maar ook voor woningbouw en het verduurzamen van het gebied. Ja, er zijn hele mooie plannen. Eigenlijk plannen voor het hele stationsgebied, dus van hier het Keizer Karelplein tot aan de andere kant van het station. Om eigenlijk in de komende 10, 20 jaar 2500 betaalbare woningen toe te voegen, heel veel groen toe te voegen, te zorgen dat het station ook echt klaar is voor de toekomst en te zorgen dat we dat gebied, wat het ook wel echt een beetje nodig heeft, goed wordt opgeknapt. Dus meer ruimte om te verblijven, meer groen en meer ruimte voor fietsers en voor voetgangers. De fractievoorzitter vertelt wel dat Nijmegen dit samen moet doen en dat er snel de eerste stappen moeten worden gezet naar een vernieuwd gebied. Maar je moet op een gegeven moment een keer zeggen, hier gaan we mee beginnen. Dat doen we met heel veel grote plannen in onze stad, zodat we ook met de hele stad er naartoe kunnen werken en zodat ook iedereen op tijd mee kan praten over wat ze belangrijk vinden in het gebied. Want het duurt 10 tot 20 jaar. Nou, dat is echt heel lang. En volgens mij is het dan juist goed om aan de voorkant goed te vertellen, dit is waar we uiteindelijk met z'n allen op uit willen komen, dit is waar we naartoe willen en dan ook maar gewoon echt eerst te gaan beginnen.